bij de gemeente stoffig en saai. Nou, niet bij de gemeente Rhenen, althans, dat zeggen ze zelf. Maar ik ga eens even onderzoeken of dat echt zo is. Ah, kijk. Goed. Bij de gemeente werken 160 mensen. 30 van hen zijn werkzaam in de buitendienst. En de andere 130 die werken in het huis van de gemeente. Hoi, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hi. Ik ben Kevin en ik heb een afspraak. Ik ga kijken, Kevin. Ja, ik zie het. Je hebt een afspraak met Roelof, Pieter en Annette. Dat klopt, ja. Je kan Roelof vinden in het werkcafé. En waar is dat? Dat is daar. En daar tref je Roelof. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Okay. Tot ziens. Roelof? Hi. Hi. Ja. Hoi, Kevin. Hi, Kevin. Aan jou zou ik de vraag meteen willen stellen. Hoe leuk is het om hier te werken? Nou, het is eigenlijk echt geweldig om voor Rhenen te mogen werken, ja? Voor deze gemeenschap als gemeente. Omdat je, als je beleid schrijft, jullie dat echt vooral samen doet met de inwoners. Waardoor je vooral met de mensen om wie het gaat heel veel aan tafel zit. En wat is nou de uitdaging van de ambtenaar van nu? Nou, dat is toch echt wel vooral de grote hoeveelheid toegenomen problematiek. Het wordt steeds moeilijker om samen alle hulpvragen van een gezin in één keer goed te beantwoorden. Maar ook daarvoor hebben we in Rhenen een heel mooie oplossing. En dat is het doorbraakteam geworden. Het doorbraakteam is een team met hulpverleners die andere hulpverleners helpen als zij problemen ervaren bij gezinnen. Wij zorgen ervoor dat professionals weer door kunnen. En dat ze weer een frisse blik hebben op de problemen die er zijn. En dat zij de gezinnen weer verder kunnen helpen. Als ik dat zo hoor, dan lijkt me dat dus heel effectief. Ja, maar niet alleen effectief. Het is vooral echt goed voor en in het belang van die inwoners. Want die hebben natuurlijk gewoon een hulpvraag die op deze manier gewoon het beste geholpen worden. En daar doe je het uiteindelijk voor als gemeente. Ja, duidelijk. Ik moet nu naar Pieter. Waar kan ik die vinden? Oh, hier gewoon naar boven. Dat kan je niet missen. Dat is goed. Dankjewel. Succes. Bye. Pieter? Hi. Kevin. Ja, de deur staat open, dus ik kom maar gewoon binnen. Ja, welkom. Hi, dankjewel. Jullie zijn de beste werkgever geworden, Pieter. Ja, geweldig, hè? Hoe hebben jullie dat verdiend? Nou ja, ik ben op deze plaats heel erg trots dat onze medewerkers deze waardering aan ons hebben gegeven. Dat snap ik. En ik denk dat er veel factoren zijn die geleid hebben tot het beste werkgeverschap. Wij zijn heel erg bezig met participatie met onze inwoners. En als je dan zelf erop uit mag trekken om daar iets in te gaan betekenen, dat vinden mensen heel mooi. Ja. En als ze dan een resultaat hebben en succes hebben, dan waarderen ze dat. Ja, snap ik. En ook een onderdeel van jullie organisatiefilosofie is werken vanuit de bedoeling. Wat houdt dat precies in? Ja, eigenlijk, het woord zegt het al, werken vanuit de bedoeling. We gaan terug naar de bedoeling. Waarom zijn we hier als gemeente? En waarom zijn we hier? Wij willen onze inwoners en onze ondernemers goed helpen. En we gaan dus naar hen toe om te kijken wat is hun wens, wat is hun vraag of wat is hun probleem. En dat proberen we dan of met elkaar of met hen of met de omgeving te bekijken en op te lossen. Heb je nog een voorbeeld van werken vanuit de bedoeling? Even voor mijn beeldvorming. Ja, ik heb er genoeg, maar daar kan onze organisatieadviseur Annette jou alles over vertellen. Nou, dan ga ik die opzoeken. Dankjewel, Pieter. Over die dus. Mag ik heel even wat vragen? Jij bent de burgemeester, denk ik. Ja, klopt. Ja. Klopt, inderdaad. Nou, mag ik hem heel even lenen? Prima. Ja, is het goed? Is goed hoor. Oké. Okay. Ja, want ik had het net over werken vanuit de bedoeling. Waarom hebben jullie dat als bestuur omarmd? Ja, we hebben het als bestuur omarmd omdat een gemeente heel vaak werkt met allerlei wetten en regels en hartstikke vaste beleid. Mm-hmm. Het bestuur weet je het als geen ander. Maar het vraagt vaak iets anders ook als je het hebt over een inwoner of een ondernemer. Die is op zoek naar een oplossing voor zijn probleem. Nou ja, wij nodigen hun actief uit en gaan samen op zoek. Medewerkers, management, maar ook bestuur samen op zoek naar die oplossing. En in hoeverre heeft de inwoner of de ondernemer dan ook echt inspraak in het beleid? Ja, echt heel veel, want de vraagstukken zijn heel divers. Is niet voor iedereen weggelegd, nee. Maar men kan meedoen. Maar het is goed dat het er is en dat het zeker, kan. En we waarderen het als ze het doen. Nou, hartstikke goed. Maar, dan toch mijn vraag waar ik Annette kan vinden. Ja, moeten we toch een stukje gaan lopen. Ja, alright. Oké. Okay. Annette, mag ik jou heel even storen? Ja, dat kan mag. Dat? Ja? Ja, wij zijn denk ik wel klaar, hè? Dan komen wij later. Nou, hartstikke goed. Hi. Hi. Ik wilde aan jou de vraag stellen, als ik begreep dat ik voor deze vraag bij jou moet zijn. Heb jij een voorbeeld van werken vanuit de bedoeling? Ja, als je een optreden wil doen in de stad, culturele activiteiten, dan moet je daar een vergunning voor aanvragen. En moet je natuurlijk net geluk hebben dat het mooi weer is op zo'n dag. Nou, wat we nu gedaan hebben is dat we voor de hele zomer de vergunning hebben afgegeven. En mensen kunnen dus met mooi weer gewoon kijken van, nou, het is een leuke dag om een optreden te doen. Dan kan het. En dat werkt dus veel handiger. Dat werkt veel prettiger. En daarnaast hebben we de Summer School. De Summer School is een reeks van workshops georganiseerd door en voor collega's. Kennisdeling. Bijvoorbeeld sporttesten, grafische ondersteuning, bijvoorbeeld werken met je iPad en het maken van presentaties. Die organiseren we in de zomer. En we hebben de Rhenen Academie. De Rhenen Academie is een app
bevat ongeveer 180 cursussen voor collega's, voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dus het is niet specifiek voor hun functie, maar bijvoorbeeld hoe werkt een gemeente. Nou, twee hele leuke initiatieven. Kunnen medewerkers nou ook zelf met ideeën komen? Ja, heel graag. Daar geven we echt heel veel ruimte voor. Als mensen naar buiten gaan en met een goed idee terugkomen, dan gaan we met elkaar verkennen of het wat voor reden is. Hoi. Hi, hallo. Je werkt hier ook? Ja. Iedereen is laaiend enthousiast over het hier werken. Ja. Nou, dan ga ik het ook nog een keer aan jou vragen. Ben je ook blij? Ja, echt super blij. Ja? Een mooie plek om te werken. Maar wat maakt het zo leuk dan? Nou, je hebt gewoon heel veel vrijheid om je werk te kunnen doen. En het is heel erg dat je het samen doet. Hè? Dus als je iets niet weet, dan kun je altijd bij iedereen terecht om het na te vragen. En dat kan ook echt bij iedereen. Dus ja, dat is echt heel fijn. En je gaat nu ervandoor? Ja, ik heb een huisbezoek. Dus ik ga echt ook naar de mensen toe. Dus op de fiets en bij de mensen langs. Lekker gezond. Ik ga je even uitzwaaien. Ja, dat is helemaal goed. Goed idee. Hey, doe hè. Dag. Succes. En dan gaat ze hoor, gezond op de fiets. Het is hier wel echt leuk. Leuke gemeente.